ik ben Sandra Kleine, onafhankelijk demonstratrice van het hobbymerk Stampin' Up. Met Stampin' Up kun je van alles maken en een van de basisingrediënten is de inkt. Hier zie je twee soorten inktdoosjes. Dit is de kleur Night of Navy en dit is de kleur Flirty Flamingo. En dit is Mariani die lekker door het beeld heen loopt. Kom eens eventjes, poes poes. Nee. Een soort basic black is Moriaantjes basic black van kleur. Maar in dit filmpje is het niet de bedoeling dat ik mijn katten laat zien. Maar dat ik je laat zien hoe je een stempeldoosje van Stampin' Up kunt openmaken. Want daar zit toch wel een trucje bij. Deze twee soorten inktkussens hebben een ander doosje. Dit is het oude systeem. Deze platte doosjes die zijn vanaf 2019 in omloop. Dus een nieuwe versie van het inktkussen van Stampin' Up. De oude doosjes, daar moet je echt een trucje voor kennen om ze open te maken. Je neemt het inktkussen in de hand. Dan schuif je hem hier bij de drie kanten waar die drie puntjes zitten. Schuif je hem open. Hij klikt vanzelf. Open. Dan pak je dit beet en klap je hem om en schuif je hem weer in het doosje. Nu is hij stabiel. Dus hier je duim of wat ook maar open klikken. Hoeft niet verder over dan dit. Opnemen. Oh, deze gaat stroef. Oh, wat. Oké. Okay. Je kunt hem echt heel gemakkelijk openmaken als je eenmaal door hebt hoe het moet. Dus open schuiven, draaien, terugschuiven, stempelen. Dicht doen, zet ik mijn vingers even in deze gleuf, aantrekken, over de kop en dan zitten we weer bij het begin, dicht klikken. Dus, twee vingers hierin, aanschuiven tot het niet verder, uittrekken tot het niet meer verder kan, over de kop, indrukken, klik en dicht is die. Het leuke daarvan is dus dat die inktkussens, nog een keertje. Zie, zo is hij bruikbaar. Maar als ik hem opruim, dan komt hij dus op de kop in het doosje terecht. Waardoor de inkt naar beneden zakt en je stempelkussen veel beter lang bruikbaar is. Die nieuwe doosjes zijn eigenlijk eenvoudiger. Als je eenmaal aan die oude gewend bent, moet je eerst even schakelen om de nieuwe open te kunnen krijgen. Die nieuwe doosjes is namelijk alleen nog maar een kwestie van, dit is de voorkant waar die gleuf zit. Dan zet je je duim neer, openklappen. Je hoeft niet meer openklappen en inschuiven. Ben je klaar met stempelen, pak je hem weer met je vingers in deze ruimte. Aantrekken, omklappen. Dat is alles. Dus geen gekke manoeuvres meer. Het doosje vasthouden. Ze zeggen wel, net als een make-up doosje moet je het openmaken. Het is namelijk gewoon een dekseltje wat je openmaakt en je schuift hem erin. Aan het begin gaat het inschuiven nog lastig, omdat er nog nieuwigheid is. Maar na verloop van tijd wordt het steeds makkelijker. Zorg dat je hem goed dicht klikt, want dan is er zo min mogelijk lucht. Kan er dan bij komen, blijft je inktkussen zo lang mogelijk nat. Ik hoop dat je dit nuttig vindt en dat het je beter lukt om nu, als je nog niet gewend bent aan Stampin' Up inktkussens, dat je toch even een leidraad hebt over het openen van de inktdoosjes. Graag tot de volgende keer. Doei doei!